jaloers zijn. Waarom heb jij trauma's aan zonder zadel rijden? De laatste keer dat ik zonder zadel op een rood zat, brak ik mijn rug. Dit. Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Equitality. En vandaag gaan we weer iets doen wat we eigenlijk nooit doen. En wat door jullie heel veel is aangevraagd. We hebben wel eens in Instagram stories gevraagd wat we een keer moeten doen met de paarden. Wat we dus normaal nooit doen. En deze was denk ik wel het meest ingezonden. Ja, denk ik ook. Het was namelijk zonder zadel rijden of witloos rijden. Of... Dus wij gaan gewoon allebei doen vandaag. Ja, Iris als pitfitter gaat witloos. Nee, het is helemaal niet dat ik tegen bitloos rijden ben, maar ik ben wel tegen de stelling bitloos is beter dan met een bit, want dat vind ik gigantisch per paard verschillen en met wat je doet. Je kunt allebei evenveel schade aanrichten, volgens mij. Dus, Ja, want een bitloos hoofdstel geeft net zo goed druk, alleen wordt de druk ergens anders gelegd dan wanneer je met een bit rijdt. Dus het moet wel bij je paard passen. Sterker nog, bitloos hoofdstel kan ook ontzettend veel schade aanrichten. Om, als de druk te hoog wordt, kun je dus neusbordjes beschadigen of zelfs breken. Druk achter de oren kan gigantisch hoog worden. Dus voor al die dingen geldt, of je nou met bit of zonder bit rijdt, dat je gewoon altijd goed moet laten adviseren en goed moet kijken wat goed bij jou past. Ja, wij hebben een bare backpad te leen gekregen en een bitloos hoofdstel. En Roos is vandaag een slachtoffer, want we hebben net al gesprongen met City. Nou ja, Iris heeft gesprongen met City. En wij zijn heel benieuwd. Roos is eigenlijk toch meer een recreatiepaard. Ja. Dus we dachten van, die heeft gisteren heftige les gelopen. Dus dan gaan we vandaag. Mag zij gewoon een beetje bijkomen. En dan gaan we even kijken of we lekker dit even kunnen. Maar we hebben het dus geleend. Dus we gaan even kijken of de spullen passen. Mm-hmm. We gaan het dus één keertje doen nu. Deze materialen zijn niet van onszelf. Dus het is niet dat wij dit nu elke week gaan doen. Nee. Waarschijnlijk. Tenzij het gigantisch leuk is, dan schaffen we het zelf wel aan. Maar ik vermoed dat we het bij dressuur houden. Wij gaan nu opzadelen en even de spullen passen. Of opzadelen? Nee, we gaan niet opzadelen. Want er gaat geen zadel op. Wel een barebackpad. We gaan poetsen, wou ik zeggen. En dan zien we jullie zo terug. En hoe heet het dan? Op barebackpadden? Ja, op barebackpadden. Ja. Kan wel hoger, maar ook weer niet omdat haar neus gewoon te dik is. Ook is met de weer van een zaadje yin. Oogje, zo schuin. En dan gaat het op kop voor 5 minuten. Hier sta ik dan. Ready to die. Ready to die, ja. Nee, we hebben eventjes het hoofdstel op maat gemaakt. Het past alsnog niet helemaal geweldig, maar dit is, ja. We hebben het even geleend. We kunnen even een keertje proberen hoe ze erop reageert. En dan kunnen we altijd zelf eentje aanschaffen die waarschijnlijk wel die beter wel zou goed passen. Past, ja. En maar de bare backpad. Roos, draait u even om. Nee, je staat er. De bare backpad, ook geleend. We hebben er even een dekje onder gedaan. Volgens mij kan het ook zonder, maar... Maar is het nou een bare backpad of een bare backpad? Bare backpad? Bare backpad? Dat ben jij denk.
En nu gaat de discussie losbarsten. Nee, laat het weten in de comments hoe jij iets uitspreekt. Maar ik kom hier dus niet op, dus Iris moet mijn voetje geven. And we're all gonna die now. We hebben dit te leen gekregen van een klant van mij. En die is dus echt, die maakt normaal paarden in Massal de Markt, maar die doet echt alles bitloos, alles met de bareback pad. En zij zei dus, als je zo'n ding gaat testen, neem dan gewoon de beste. En dat zou deze moeten zijn. Dus dat gaan we zo beleven. De reden dat ik niet zo fan ben van dit hoofdstel, ga ik even laten zien hier. Nou ja, ten eerste is die gewoon net iets te krap. Want hij moet natuurlijk nooit los zitten, want dan heb je er nog steeds geen donder aan. Want als je dan ook maar iets met je handen doet, dan gaat hij het hoofdstel schuiven. Maar je hebt hier achter twee losse riempjes en die kunnen dus heel erg gaan knellen als je te veel druk krijgt. En ik vind, ja, ik hou daar niet zo van. Voor langere tijd zou het niet, zou Roos er echt last van gaan krijgen waarschijnlijk. Ja. Maar eenmalig kan het. Voor een keertje kunnen we het even proberen, maar als we dit vaker gaan doen, ga ik echt een ander hoofdstel erop doen. Misschien kan Jesse Drent ons even maatgeven over hun hoofdstel. Hint, hint, subtiel. Oké, jij gaat mij tillen. Ja. Waarom heb jij trauma's aan zonder zadel rijden? De laatste keer dat ik zonder zadel op een roos zat, brak ik mijn rug. Omdat we dus gewoon de volledige beleving willen ervaren. De experience. Mag Sanne eerst proberen om er zelf op te komen? Hoe dan? Ja. Ik kwam al niet eens op die mensen doen dit. Nee, ze krukt toch. En nu dan? Oké, wacht. Dit gaat toch niet goed? Ik hang zo aan haar. En nu dan? Spring. Ja, maar hoe? Ja, weet ik veel. Ja, ik maak zo'n ding. Ja, maar welk, moet ik nou eerst mijn benen over doen of gewoon? Je kunt ook eerst op je buik en dan een kwartslag draaien. Dit is Sanne's en Roos eerste keer. Wil je niet gaan klappen? Ik ga even hindernissen opruimen, jongens. Thank you.
gaaf toch? Ja, ze was echt heel lief. Je moet even wennen, want je... Ja, eigenlijk Roos wel heel braaf, maar die is soms ook een beetje lomp. Dus dan moet je even wennen van, oh god, ja, ik moet natuurlijk wel mijn benen eraan houden. Die gaan vrij makkelijk zo. En dat je denkt, ja, ik moet mijn hand toch even iets stiller houden. Want soms dan wil je een wending en dan reageert ze net niet fijn. En normaal leun je iets meer op de stijgboog. Kan nu ook wel, maar dan moet je even... Hoe dan? Moet je even iets meer bij nadenken. Ja, ik vind het best wel grappig om zoiets af en toe wel gewoon met haar te doen. Want je wordt wel even iets bewuster van... Je zit. Ja. En wat je doet. Ja. En nu ga je eraf en ga ik dat filmen. Ja, en daarna gaan we eventjes... Ga ik jou vragen hoe jij het vond. Een samenvatting. Soepel. Kijk, zo kan het ook. Wat jullie net niet hebben gezien is dat Sanne er bijna afviel toen ze eraf sprong. Roos, lief hoor. Oké. Okay. Het begin was Roos een beetje, maar dat is ze meestal wel, dat ze een beetje kuikerig is en een beetje zo wegschiet. Of niet echt wegschiet, maar weet je wel, zo... Ja, die kan altijd een beetje gespannen zijn. Ja, maar er gebeurde ook veel, want er kwam heel veel verkeer langs de weg en ze waren een boom aan het zagen. Ja. Dus dat is begrijpelijk. En, maar verder, ja. Roos was echt super braaf verder. En het was heel gek. Omdat je niet zo goed weet wat je met je handen moet doen ook. Nee. Omdat je... Je krijgt het gevoel dat je wat grovers moet doen, omdat je niet veel reactie krijgt. Dan denk je, oh nee, wacht, ik heb eigenlijk gewoon benen. Oh ja, dan moet je op je zit doen. Je moet echt heel veel op je zit doen. Dus dat is... Alleen maar goed. Ja, maar wel juist weer goed. Maar het is wel wennen en dan ga je juist nadenken van wat je eigenlijk aan het doen bent, inderdaad. Dus ja, het was weer een feestje. Gaan we deze set aanschaffen zelf? Nee. Misschien ooit wel. Iemand maar niet deze. Vinden we het leuk, maar... Ik zou er zelf niet zoveel geld aan uitgeven. Nee, dat. Maar ik snap het wel als jij gewoon... dat vaker doet en echt gewoon... dingen durft en zo. Dat je gewoon lekker zo'n ding erop gooit en dan naar het bos gaat of zo. Ja. Maar voor ons denk ik... niet waar we het meest mee bezig zijn. Nee. Ik vind het voor de afwisseling af en toe wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk om andere dingen te proberen. En misschien ook nog wel een keertje vaker te doen. Maar niet dat we dat wekelijks gaan doen of zo. Nee. Maar als jullie nog iets hebben wat we uit moeten testen, let it know in de comments. Afzadelen. Af bareback bed. Van deze video. En we hebben alles overleefd. Hallo. Ja, we hebben net eigenlijk al een beetje een samenvatting gegeven over hoe wij het hebben ervaren. Ja. Maar wij zijn benieuwd hoe vaak rijden jullie zonder zadel en hoe dan hebben jullie daar ook speciaal materiaal voor aangeschaft? En hebben jullie tips om sneller op de vaart te komen? Ja, hoe stappen jullie op? En zoals ik net dus al zei, of jullie andere dingen hebben die we uit moeten testen. Want dan gaan we dat natuurlijk weer doen. Tenzij het heel gevaarlijk is. Ik vind jullie ideeën meestal niet zo leuk. Maar we gaan het wel doen. Oké. Okay. Nou ja, tenzij het heel gevaarlijk is. Ja, jullie komen soms ook wel echt met dingen dat je denkt, nou, doe maar niet. Nou, wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken en voor jullie geweldige idee. Ja. We hopen dat jullie het leuk vonden. Oh, trouwens, om dit te zien. Om ons te zien plooien. Ja, nu mag jij. Oké. Okay. Hou de haat voor je, want wij kunnen dit niet. Nee, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal, blauw duimpje omhoog te doen, om belletje te drukken. Zien we jullie de volgende keer.